Het gaat er ook om gewoon de omgeving echt een gezonde omgeving te maken. En daar staan we aan de vooravond van de nieuwe sprong. Samenwerken als één Brabant aan een veilige, gezonde en schone leefomgeving. Dat is het doel van het Provinciaal Milieu- en Waterplan. Alleen als we samen de verantwoordelijkheid nemen, wordt het plan een succes. Op veel gebieden wordt daar nu al flink op ingezet. Een goed voorbeeld daarvan is de Health Deal. Gezondheid moet niet langer een bijzaak zijn in de besluitvorming, maar een hoofdzaak. Dit is de volgende stap die wij kunnen zetten om het leven van mensen gewoon beter te maken. En dat is een fantastische traditie die wij in Brabant natuurlijk hebben. Maar ik bedoel, in alle gemeentes heb je dat gehad, en vooral in de steden zo van, je bent de hele tijd bezig geweest om gewoon te zorgen dat je daar gezond kon leven. En dat was niet vanzelfsprekend. Als je in een omgeving leeft die uitnodigt om gewoon te lopen omdat het een prettige omgeving is, is dat fijn voor je kwaliteit van leven, maar het is ook heel goed voor je gezondheid. Dus allemaal van dat soort dingen. Nou, dat willen wij in Brabant vooral samen gaan doen. Want wij merken de hele tijd van, in je eentje red je dat niet. En we hebben een fantastische partner, een van de mooiste partners die wij in Brabant hebben. Dat zijn de waterschappen, de GGD, dat zijn ook mensen met wie je wat kan. Eigenlijk kun je zeggen dat we nu eens een keertje de harde sector, waar we allemaal van zijn. Al mijn collega's, die hoeven niet opeens andere dingen te gaan doen. Nee, wat zij aan het doen zijn, dat wordt alleen maar meer waard in het leven van mensen. En mensen doen daar zelf ook vooral aan mee om dat gestalte te geven. Kwaliteit van leven speelt een belangrijke rol in de aanpak van het dumpen van drugsafval. Een groeiend probleem in onze provincie dat alleen opgelost kan worden als betrokken instanties samen optrekken. Ja, het blijft een probleem. We hebben nog steeds jaarlijks last van tientallen, meer dan 100 drugsdumpingen in Brabant. Dat is niet alleen gevaarlijk voor de natuur, maar als we niet oppassen ook voor ons grondwater en voor onze voedselvoorziening. En op dit moment is het zo dat grondeigenaren voor de helft in ieder geval al gecompenseerd worden voor de kosten die zij moeten maken voor het opruimen. Want ook deze grondeigenaren hebben er niet om gevraagd om het afvalputje van Brabant te worden. In 2013 werd het meeste drugsafval in onze provincie gedumpt. Daarom heeft de provincie het voortouw genomen om ook op bestuurlijk niveau hier daadkrachtig tegen op te treden. De strategie is dat we behalve de taskforce Brabant-Zeeland vanuit het Openbaar Ministerie en Politie beter zijn gaan samenwerken. We ook een samenwerkingsverband hebben georganiseerd met alle Brabantse gemeenten, de omgevingsdiensten, de waterschappen, de provincie. Waardoor we één vuist kunnen maken en ook veel meer ogen en oren hebben in het buitengebied. Waardoor de pakkans groter is geworden en we criminelen laten weten dat hun activiteiten in Brabant ongewenst zijn. Samenwerken is niet alleen belangrijk om problemen aan te pakken, maar ook om te laten zien hoe trots we zijn op onze provincie. Dat gebeurt in het project Wijst. Doel van het project is om een stukje Brabant zichtbaar te maken door gezamenlijk aan de slag te gaan. De Peelrandbreuk en de Wijstgebieden zijn namelijk uniek voor Europa. We leren bijvoorbeeld aan de hand van de aardbeving in 1992 dat je op die breukrand geen huizen moet bouwen, maar dat je daar beter bijvoorbeeld natuurinrichting kunt laten plaatsvinden. Nou, het feit dat je samen uiteindelijk constateert dat die breukrand, die uniek is, niet alleen voor Brabant, maar ook nationaal, zelfs op Europees niveau, dat al de gemeenten die langs die breukrand liggen eigenlijk dat fenomeen als bijzondere waarde erkennen, waarmee we ook een soort kapstok hebben, waarmee wij toerisme, recreatie, dus de verblijfseconomie, zeg maar, kunnen gaan stimuleren, waardoor een ander verdienmodel gaat ontstaan, waarmee we ook weer nieuwe gebieden kunnen gaan aanpakken om daar bijvoorbeeld weer wijsterstel zichtbaar te maken of een Peelrandbreuk meer zichtbaar te maken. Brabant is dé provincie van het samenwerken. Zo maakten we al afspraken over green deals, biobasis producten, groene daken en het convenant bodem en ondergrond. Samen bereiken we meer. Doet u mee?